Hoi hoi, leuk dat je weer kijkt naar Met een Zachte G. Vandaag zit naast mij in de studio Sam Vlas. Sam is scare actor bij Toverland. En indien het bijna Halloween is, willen we hier graag meer over weten. Daarnaast gaan we kijken naar verslaggeefster Esmee, die op straat een experiment zal uitvoeren. Maar dan gaan we eerst even een kijkje nemen bij het Tilburgs Bokbier Festival Opgebokt. Hoi hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Gas erop. Vandaag gaan we een kijkje nemen bij Opbokken. Dit is een Bokbier Festival in Tilburg. Hier kan je 30 verschillende soorten biertjes proeven. Dus wij gaan een kijkje nemen hoe gezellig het is. Bokbiertjes komen oorspronkelijk uit Duitsland, maar worden nu ook gebrouwen in Nederland. En daarnaast zijn ze seizoensgebonden en worden ze het meest gedronken in de herfst. Mag ik jou vragen om de taptip van de week? Taptip van de week. Ten eerste je glas weg, heel goed spoelen. Goed laten uitlekken. Altijd in een hoek van 45 graden afschuimen. Ja, en natuurlijk gewoon om het helemaal af te maken. Het mooiste is om een lekker deze schuifje onder het glas. Met het labeltje natuurlijk naar voren. Dan maakt het gewoon helemaal af. Zeker met een bokbiertje. Wij schenken nou de Steenbrugge Abdijbok. Dat maakt het gewoon af. En de mensen zien het en die waarderen het. En dat maakt een mooi getapt biertje. Een mooi getapt biertje. Vandaag bij Gas erop gaan we wat nieuws proberen. We gaan een challenge houden. En wat is dan toepasselijker dan wie het snel zijn biertje kan opdrinken op het Opbok Festival? Zo zijn we alweer op het einde gekomen van Gas erop. Ik hoop dat jullie net zo hebben genoten als dat ik nu geniet. En ik ga nog even verder genieten. Zoals je bij Gas erop hebt gezien, weten de Tilburgse tappers maar al te goed hoe zij een biertje moeten tappen. Naast mij zit Sam Vlas. Nou, Sam, kan jij even vertellen wie je bent en wat je doet als scare actor? Oh, tuurlijk. Mijn naam is Sam Vlas, ik ben 24 jaar en ik ben sinds 2 jaar scare actor bij Toverland. Ja. En daarmee speel ik iedere avond een ander horrorpersonage om de gasten te entertainen. Oké, kijk eens aan. En hoe doe je dat nou? Of hoe word je een scare actor? Nou, hoe je scare actor wordt, dat is meestal door middel van een auditie. Die meestal plaatsen de parken waarbij dat wordt gedaan op een Facebookpagina. Meestal ruim van tevoren. Ik weet nog dat ik mezelf heb opgegeven in februari.
voor Toverland. Dat is redelijk vroeg van tevoren al. En dan word je ingedeeld in een auditieschema als je de initiële selectie doorkomt. Bij mij was dat midden september. En een week daarna krijg je te horen of je het inderdaad bent geworden. En dan begint natuurlijk de mentale voorbereiding. Okay. Want er is nogal wat voor nodig om in die mindset te komen van scare personage. Ja, want doen jullie dan voor de tijd ook echt iets om helemaal in te komen dat je echt mensen bang moet maken? Zeg maar? Nou, het leuke antwoord zou natuurlijk zijn van ik kijk alle horrorfilms om nog mezelf even bij te spijken. Maar de realiteit is ja, meestal als het kostuum eenmaal aan is en de make-up zit erop, dan ga je als een soort van method actor ga je zelf helemaal inleven. Wat ik meestal doe, ik verzin ter plekke een verhaaltje voor het personage, wat het heeft meegemaakt bijvoorbeeld. En dan geef je zelf genoeg stof om daarmee te werken de hele avond. Oké, okay. Ja, dat is op zich best wel een aparte manier natuurlijk. Absoluut, ja. Dat zal bij iedereen dan ook wel anders zijn. Tuurlijk. Ik merk dat dat voor mij het beste werkt, omdat ik zelf heel veel bezig ben met schrijven in het dagelijks leven. Dus ik merk dat als ik mezelf een personage aanreik, dat ik daar veel meer mee kan dan dat ik alleen met een pak, zeg maar, de deur uit wordt gestuurd. Oké. Okay. En wat doet het dan met jou als jij iemand laat schrikken? Ja, het werkt heel therapeutisch, gek genoeg. Wat voor hem? Nou, god weet je, het is natuurlijk iedere keer weer een uitdaging om iets nieuws te bedenken om de gasten bang te maken. Want niet iedere gast wordt bang van hetzelfde. Je hebt bijvoorbeeld mensen die worden al bang als ze jou aanzien lopen. Maar je hebt bijvoorbeeld van die geseasonde mensen waar we echt wat meer voor nodig is. Dus je probeert met de props bijvoorbeeld die je krijgt of met je kostuum of de middel van je eigen bewegingen, probeer je net een beetje anders de mensen te benaderen. En met wel of niet wat spierpijn tot gevolg de volgende ochtend. Maar offers moeten worden gemaakt, hè, om het goed te doen. Het is voor de kunst. Ja, dat is... Dat zullen we maar zeggen. En is er al wel eens iets gebeurd waarvan je denkt, nou, dit is wel echt een goed verhaal, zeg maar, om te delen hier? Dat moet je echt eventjes gaan kiezen. Want er zijn... Ik doe het nu 2 jaar. En bij elkaar 12 avonden of 13 avonden. Dus... En iedere avond is 4 uur, dus er is genoeg ruimte voor leuke verhalen om te doen. Ik was 1 avond was ik bijvoorbeeld een boze boer met een bladblazer. Dus ik kreeg een echte bladblazer op mijn rug. Ik stond in een doolhof en ik stond in een bepaald hoekje. Ze hadden echt zo'n inkeping in gemaakt waarin ik precies kon staan. Dus dat is natuurlijk echt een perfecte plek om daar vandaan te komen. En het is wel eens gebeurd dat ik bijvoorbeeld een grote bikerkerel achterover heb toen vallen van de schrik. En dat is natuurlijk een hele grote persoonlijke overwinning, want zulke mensen zijn bijna niet bang te krijgen. En ik ken nog het verhaal van een collega van me die 2 mensen het water in heeft laten lopen. Doordat hij op een hele strategische plek stond. Natuurlijk niet met de intentie om ze in het water laten vallen, maar dat gebeurt af en toe. Ja. En zo heb je de tientallen, joh. En dat maakt het ontzettend leuk en afwisselend. En het is vermaakt onofficieel een soort wedstrijdje van tussen andere mensen van wie heeft de beste scare van de avond. En dat maakt het erg leuk. Ja, dat is wel een beetje de afwisseling dan, inderdaad. Absoluut. Nou, heel erg leuk. Straks hebben we nog meer vragen voor jou. Maar eerst gaan we kijken hoe Esmee het stroop-experiment uitvoert nabij station Tilburg. Welkom bij weer een nieuw experiment. Dit keer sta ik bij het station in Tilburg. En deze keer testen we het stroop-experiment. Nou, eens kijken of we wat proefkonijnen kunnen vinden. Ik heb iemand op het oog. Mag ik je iets vragen? Ja, tuurlijk. Wil je misschien meedoen aan een experiment? Ligt eraan wat voor experiment? Het stroop-experiment. Ja, hoe lang duurt het? Want ik moet wel eigenlijk wel door. Het is maar 5 minuutjes. Dus ja? Oké. Nou, je krijgt 3 verschillende blaadjes zien met 3 verschillende opdrachten. En ze worden steeds moeilijker. En we beginnen met de eerste. Het is de bedoeling dat je de kleuren zo snel mogelijk van boven naar beneden opleest. Paars, geel, blauw, bruin, oranje, groen, zwart, blauw, roze, geel, oranje, groen. Geel, blauw, bruin, oranje, groen, zwart, blauw, roze, geel, oranje. Paars, geel, blauw, bruin, oranje, groen, zwart, blauw, roze, geel, oranje. Groen, bruin, oranje, groen, zwart, blauw, roze, geel, oranje, groen. Moeilijk? Nee.
volgende opdracht. Nu is de bedoeling dat je de kleuren van de afbeelding opnoemt. Oranje, blauw, paars, geel, groen, groen, paars, bruin, geel, blauw, oranje, roze, zwart, rood, groen, paars, bruin, geel. Was dat moeilijker? Ja, iets. Oranje, blauw, paars, geel, groen, roze, zwart, rood, groen, paars, bruin, geel, blauw, oranje, rood. Nou, was dat iets moeilijker? Iets. Ja. Nou, komt het moeilijkste. Het is de bedoeling dat je de kleur opnoemt welke de letters zijn. Dus niet welke, wat het woord is, maar echt de kleur van de letters. Rood, zwart, roze, geel, groen, paars. Paars, geel, blauw, bruin, oranje, groen, zwart, blauw. Rood, zwart, roze, geel, groen, paars, blauw, geel, rood, groen. Geel, groen, paars, blauw, groen, rood, groen. Oranje, geel en bruin. Geel, groen, paars, blauw, geel, rood, groen. Geel en bruin. Ja, iets moeilijker wel. Nou, dat was dus al een stuk moeilijker. Ja. Oranje, bruin. Nou, ik vond dat je het best goed deed. Heel erg bedankt voor je deelname. Dankjewel. Nou, dit was het experiment voor deze week. En natuurlijk gaan we even kijken wat onze gekster ervan vindt. Nou Esmee, zoals je hebt kunnen zien is het nog best lastig om een kleur op te noemen. Dit is een vorm van het stroop-experiment. Het stroop-experiment houdt in dat je in plaats van de letters de kleur van de letters opleest. Dit is heel lastig voor de meeste mensen omdat je brein gewend is om het woord te lezen in plaats van een kleur. Bijvoorbeeld hier de kleur blauw. Er staat blauw, maar de letters zijn rood. Waardoor eigenlijk bijna iedereen geneigd is om het woord blauw te zeggen in plaats van rood. Dit komt omdat je brein dus gewend is om meer woorden op te lezen en het ene taakje wordt dus overstemd door het andere taakje. In het filmpje blijkt ook dat het erg lastig is voor mensen om dit te kunnen oplezen. Nou, dit was het weer voor deze keer. Tot de volgende keer! Zo zie je maar dat je ogen en je hersenen niet altijd met elkaar eens zijn. Nou, Sam, we hebben net al heel wat vragen gehad. Ik wou nog even inhaken op het auditie doen. Ja, hoe was dat voor jou om mee te maken? Nou, dat was best wel interessant, want ik heb zelf niet enorme theaterervaring. Of tenminste, ik kom niet van een theateropleiding. Ik doe het vooral eigenlijk als hobby. Dus dan kom je in een auditieruimte en daar zijn meestal mensen die of bij de lokale theatervereniging in de buurt zitten, of echt van musicalschools en zo. Dus die heb ik altijd het gevoel dat die een streepje voor hebben, maar dat blijkt in de praktijk hoeft dat helemaal niet waar te zijn. Want ze gaan je gewoon een aantal dingen vragen. Ze geven je een aantal personages die je uit moet beelden binnen een aantal seconden. En dan wordt het puur gewoon gedaan over hoe je het doet. En dat is eigenlijk het enige wat telt. Opleiding maakt niet uit, achtergrond maakt eigenlijk niet uit. Er zijn bijvoorbeeld mensen die komen van de lokale theaterverenigingen, maar ook Limburgse huisvrouwtjes doen mee. Het is net wat jij kan brengen als scare-actor, wat niemand anders van de groep kan. En in mijn geval is dat de vele uitdrukkingen die ik kwijt kan in mijn gezicht. Maar sommige zijn heel lenig, andere zijn heel lang bijvoorbeeld. En zo heeft iedereen een beetje zijn eigen unique selling point eigenlijk. Oké, ja, zo hou je ook een beetje de variatie erin natuurlijk. Absoluut. Verdient het dan een beetje of is dat heel verschillend? Ja, dat hangt natuurlijk per plek is dat natuurlijk anders. Je hebt de laatste jaren heel veel bijvoorbeeld lokale initiatieven die worden gedaan met Halloween. Steeds meer de laatste tijd, maar met parken is dat natuurlijk wel. Ga je gewoon als freelance artiest ga je daarheen. En daar zit natuurlijk in, dat wordt dus behandeld als een gig eigenlijk. Dus in mijn geval is dat een vast bedrag per avond. En als je 7 of 8 avonden speelt, dan telt dat lekker op. Ik ga niet liegen. Maar het is een leuk extra. Maar je doet het natuurlijk vooral omdat je het leuk vindt. En een van mijn passies is acteren. Dus als ik dat daarmee een beetje kan doen, dan is dat voor mij meer waard dan welk geldbedrag dan ook. Oké, ja, dat is wel echt leuk te horen. Absoluut. Om te horen. Maar je ziet ook wel dat je er vol passie over praat. En hoeveel avonden ga je dan ongeveer aan de slag? Dat hangt puur van je aanwezigheid af. De meeste vragen dat je minimaal 5 kan zijn. Ik ben er nu 7 dit jaar. Ik heb vorige week, omdat herfstvakantie was, heb ik 4 avonden achter elkaar gespeeld. Okay. En dat is vrij heftig op een gegeven moment. Maar iedere goede scare of iedere goede leuke moment met de gast, dat
sleep je er zo doorheen. Dus dan is die 4 uur zo voorbij. Ja, dan is het net een uurtje, zeg maar. Precies. En jij speelt ook meerdere karakters, had ik gehoord. Klopt, ja. Ik ben dit jaar ingezet als een soort swing. Dus dat houdt in dat waar er gaten in de planning vallen, dat ik die op kan vullen. Normaal is het zo dat iedereen krijgt ongeveer 2 rollen per jaar. Ik heb er dit jaar 7. Oh, dus dat is heel wat meer. Dus dat vergt ook heel veel van je als acteur, om daar ook iedere keer een ander per personage van te maken. Dat het niet iedere keer Sam in een ander kostuum is, maar dat ook een daadwerkelijk ander personage is. En dat vergt natuurlijk heel wat improvisatie, heel wat van je acteervermogen. Maar ik heb zelf het gevoel dat ik het goed doe en ik krijg ook leuke complimenten vanuit de organisatie. Ja. Dus ik denk dat ik op het goede pad zit. Ja, inderdaad. En kan je dan een beetje karakters schrijven? Tuurlijk. Ik ben bijvoorbeeld vorige week ben ik een Trojaanse krijger geweest die strompelend wegloopt van een slagveld. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Okay. ik ben clown geweest. Waar ben ik nog weer geweest? Volgende week bijvoorbeeld ben ik een half mens, half spin, mutant. Oké. Okay. Zomaar. Ja. Even heel wat anders. Ja, ja, en zo gaat het allemaal. Gaat het elke kant op die je voor kunt stellen. Want we werken natuurlijk met een aantal scare zones en bepaalde thema's. Dus daar hangt natuurlijk een heel roster met personages aan onder. En ik vind het erg leuk om dan iedere avond weer iets anders te zijn. Ja, nou, heel erg leuk. Ik denk dat de kijkers thuis ook wel een beetje een beeld hebben wat nou een scare actor is. Ik hoop het. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. En helaas zijn we dan alweer gekomen aan het einde van Met een Zachte G. We gaan nog een vraag stellen aan de Tilburger. En tot volgende week. Wij kunnen het hart slakken om... komkommerkatten. Wij lachen het hardst om... de dansgroet van Jason! Wij lachen het hardst om... Leverwaard!